een hele goede middag bij het Vosjes Winterconcert. Wij hadden gehoopt hier publiek in de zaal te mogen hebben. Helaas, vrijdag hebben we te horen gekregen dat dat niet ging lukken. En daarom zijn we nu met een livestream bij u aanwezig. Welkom voor de kijkers. Als u denkt, wat zit er dan toch in de zaal te klappen? Dat zijn de leerlingen zelf. En we hebben helaas geen publiek, maar we hopen wel dat iedereen via de livestream kan gaan genieten van de fantastische talenten die wij hier op school hebben. We gaan dingen beluisteren van een symfonieorkest, van een big band, van een koor, van minstens 15 acts met allemaal fantastische liedjes. We hebben weer een aantal supertalenten voor u en we hebben een prachtige samenwerking van leerlingen die in harmonie fantastische dingen maken. Maar we beginnen met het symfonieorkest onder leiding van Douwe Nauta.
Dat was het Vosjes Orkest. En zij speelden, achterstevoren gezegd, eerst Scottish van Bosse Nordin. Een Zweedse componist die hedendaagse muziek dus maakt. Het is een stuk uit 2014 en het is een Schotse dans. Daarvoor hoorde u een stuk van Antonin Dvorak, een Slavische dans. Dus allebei dansant en dat is te horen. Dvorak was een Tsjechische slagerszoon die vooral bekend is geworden door de Symfonie van de Nieuwe Wereld. Maar hij schrijft heel speelbare muziek, ook voor leerlingen van ons. En we zijn heel blij met de uitvoering die zij hebben gedaan van de Slavische dans nummer 2. En als eerste hoorde u het vierde deel uit de Symfonie van Brahms. Eerste Symfonie van Brahms. Ik moet even mijn spiekbriefje erbij. Mag wel, hè? Er is namelijk best iets leuks over te zeggen over Brahms, want hij was nogal perfectionistisch. En dat is iets wat misschien bij leerlingen van ons ook wel eens voorkomt. Perfectionisme is leuk, maar Brahms heeft zoveel weggegooid dat wij heel veel mooie muziek hadden gehad waar hij niet tevreden over was, die we best hadden willen spelen. Maar hij heeft het dus 15 jaar werk allemaal weggegooid. Hij heeft 15 jaar gedaan over zijn eerste symfonie, want hij probeerde te evenaren wat Beethoven had gedaan. Nou ja, dat zijn nogal grote schoenen om te vullen. En zoals mijn oma altijd zei, als het niet kan zoals het moet, moet zoals het kan. Dat was Brahms niet met haar eens. Hij heeft 15 jaar gedaan over die symfonie en van alles weggegooid voordat hij dit stuk kon schrijven. En uiteindelijk is de recensies van dit stuk waren, ja, het is leuk, maar het is niet de eerste symfonie van Brahms. Het is de 10e van Beethoven geworden. Ja, toch een beetje sneu. Perfectionisme is dus niet altijd de bedoeling. Soms mag het gewoon zoals het kan. Zoals een concert zonder publiek bijvoorbeeld. Wij gaan nog even wachten tot de changementen helemaal klaar zijn. Ondertussen kan ik u dan vertellen dat wij dit jaar ons goede doel hebben gekozen. UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties. En alle opbrengsten van het concert, ook de tickets die verkocht zijn, die u heeft gekocht. Het geld daarvan gaat ten goede komen aan UNICEF. Tenzij u zegt, nee, ik moet het toch even terug. Dan mag dat, dan gaan we dat via de leerlingen aan u teruggeven. Maar we zouden het natuurlijk leuker vinden als UNICEF door ons allemaal gesteund wordt. We maken ons ondertussen klaar voor de volgende act. En dat is een liedje dat mij zeer aan het hart gaat. Ik was zelf 12 toen ik het leerde kennen. Er was een film uit, u kent hem waarschijnlijk allemaal, tenminste de ouders, Grease. En ik weet nog dat ik mijn vingers helemaal kapot gedraaid heb op die oude draaischijftelefoon om toch naar die bioscoop te kunnen, om daar de film Grease te kunnen zien. Ook ik was een beetje verliefd op John Travolta. Had een poster boven mijn bed hangen van hem. Ik vind hem nog steeds zo leuk eigenlijk. Maar John Travolta wordt dus toegezongen door Olivia Newton-John in die film met een prachtig zwijmelnummer. En dat wordt hier gebracht door een aantal leerlingen. Ondertussen wordt het drumstel klaargezet en de gitaren enzovoort. En wij gaan luisteren naar, het kan natuurlijk niet missen, Hopelessly Devoted. En dan moet ik even mijn spiekbriefje erbij, wie dat allemaal gaan zingen. Ja, wij gaan alvast voor u klaar laten staan. Jasmijn, Lasse, Mare, Nienke, Nathan, Nathalie, Juna, Maël, Sophie en Mesa. En zij gaan voor u brengen, Hopelessly Devoted to You. Echt waar? Iets helemaal verkeerd gezegd hebben. Het spijt me. Jasmijn, Lasse, Marie, Nienke, Nathan en Nathalie gaan natuurlijk Hopelessly Devoted to You doen. Excuses voor het misverstand.
Olivia Newton-John heeft zich wel de kaas van het brood laten eten hier volgens mij door Jasmijn en Nathalie. En ik weet wat er misging net. Ik heb namelijk de namen van de volgende act al voorgelezen erbij. En die gaan voor u Moon River zingen en spelen. Een nummer dat wij kennen van Audrey Hepburn uit de film Breakfast at Tiffany's. Dat is een moeilijk woord om te zeggen met een beugel. Breakfast at Tiffany's. Ik heb opeens heel veel compassie met alle leerlingen met beugels, jongens, sinds een jaar. Deze jazzstandard zal worden gespeeld en gezongen dus door Yuna, Maël, Sophie en Mesa. En het is een prachtig nummer, gaat over een rivier. En die rivier bestond nog niet. Maar de grap is dat dit liedje niet naar de rivier is genoemd, maar dat later een rivier naar dit liedje is genoemd. Moon River. In de plaats waar Johnny Mercer is geboren, in Georgia is dat ergens in Amerika, is dus nu een Moon River sinds dit liedje bestaat. Ze gaan het voor u brengen met heel veel vuur. Kom verder en succes. Around the bed, my heart will bury you.
Nou, was dat beeld schoon of was dat beeld schoon? Goed gedaan, allemaal. Het was heel grappig. Tijdens de eerste lockdown had ik mentorleerlingen die zeiden... wat doe je nou de rest van de dag als je niks meer kan doen? Niet meer kan sporten, niet meer naar clubjes of dat soort dingen. Nou, een groot aantal van hen is gitaar gaan spelen. En ik vind het heel leuk om een aantal van die mensen hier nu op het podium terug te zien... met een gitaar in hun handen. Op het Vosjes wordt heel veel muziek gemaakt. En ja, het leuke is, als je eenmaal samen muziek gaat maken... dan blijf je de motivatie daarvoor houden. En dat is wat we iedere keer zien. Zodra ze samen muziek gaan maken, zijn al die pubers opeens gemotiveerd... om te gaan oefenen en moeilijke loopjes te gaan studeren. En dat is hartstikke leuk. Maar er zijn ook mensen die heel erg goed in hun eentje kunnen spelen. En daar een voorbeeld van is Janne de Waard uit klas 2. Ze kan nauwelijks bij de pianokruk. Sorry Janne dat ik dat zo zeg. Ze speelt fantastisch en ze gaat voor ons spelen een pianosonate nummer 1 van Beethoven. Janne de Waard. Thank you.
Ja, want reken maar dat het moeilijk is hoor, in je eentje daar zitten. Met die camera's en die lampen en alles. En dan heb je het stuk hartstikke goed geoefend. Ze kent het echt van A tot Z helemaal. En dan opeens die spanning van zo'n moment. Ik voelde het met je mee, Janne. En ik weet dat je het heel goed hebt gespeeld. En soms in de spanning van het moment gaat er even wat mis. Maar je hebt het heel goed opgepakt. Je bent fantastisch. We gaan verder met Chef Special. Een bandje weer van vijfde klassers. Zij hebben volgens mij allemaal het vak muziek. Want dat kun je op het Vossius kiezen als eindexamenvak. En dan moet je dus ook spelen. En dat is wat zij voorbereid hebben. In Your Arms is het nummer. Oh ja, over foutjes maken gesproken. Ik had dus zelf een foutje gemaakt bij de auditieuitslag. En ik had ze in eerste instantie er niet bij gezet. Dus ze waren helemaal teleurgesteld. Maar ze waren door, jongens. Jullie mochten het doen, toch. Want jullie zijn hartstikke goed. In Your Arms, Chef Special. That's been me to build, and love is my compass still. Yeah, love will fill the holes I've got, cause you will never hold me. But I know that you are with me, and I know that you have peace, cause you let us sing to sleep. You let us sing your heart to sleep. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms, I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms, I feel safe.
you are with me and I know that you're at peace. Cause you let us sing your soul, your mind and heart to sleep. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. One, two, three. In your arms I feel safe. In your arms I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms I feel safe. In your arms I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms I feel safe. In your arms I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms I feel safe. In your arms. Miss you so, miss you so. And I'll miss you till I'm old. En dat waren Maël, Josephine, Luzanne, Marnix en Pablo natuurlijk. We gaan weer verder met een solo optreden. En dat is Adi Ganesh. En hij gaat een gitaarsolo voor ons spelen. Het is een nummer wat geschaard wordt onder de flamenco. Maar toen ik het lied ging uitzoeken bleek dat dat eigenlijk onterecht is. Want flamenco is een soort muziek die juist in het Moorse Spanje werd gemaakt. Van origine is. Maar dit is Asturia. En Asturia is een streek die juist in het noorden van Spanje ligt en niet door de Moren is veroverd. En daarom is dit een heel ander soort compositie. De componist is Isaac Albanis. En hij heeft het zelf ook geen Asturia genoemd, maar Leyenda. Dat is dus de oorspronkelijke naam. Het is toch een dansachtig nummer. Het schijnt ook een keer uitgevoerd te zijn door de Doors. Maar dit keer is het Adi Ganesh die het voor ons gaat spelen. Thank you.
ongelooflijk knap. En er zitten ook heel veel soorten technieken volgens mij in verwerkt. Adi, ben je nog in de buurt of niet? Allemaal verschillende soorten speeltechnieken. Ik vind het echt waanzinnig knap. Oh, je zit hier. Oh, ik kijk in het licht. Wil je er iets over vertellen? Kom, mag ik je even iets vragen? Want hoe lang oefen je nou op zo'n stuk? Dat varieert, zeg maar, per stuk. Als ik het stuk echt leuk vind, en dan leef ik er ook in. En dan vind ik het ook echt leuk en dan oefen ik het veel. Maar als het zeg maar zo'n wals is, dat is gewoon dat ik moet doen voor school. Dan is het een beetje, ja, oké. Maar hier heb je wel je hart en ziel in gestoken, volgens mij. Ik vind het stuk echt heel leuk, want ik kan er zoveel op doen. Ook in het tweede gedeelte speel ik bij de kam, ook bij de toets. Kan ik hard, zacht, kan ik verschillende klankkleuren ook maken. En mijn gitaardocent zei ook van maak het zo muzikaal mogelijk. Want dat is ook het mooiste. Dat is zeker gelukt. Dankjewel, Adi. We gaan verder weer met een band. En dat is een band die een nummer gaat spelen van Matt Simons. Van zijn debuutalbum uit 2012. En het is een bijzondere band. Want in de muziekgeschiedenis komt het vaak voor dat muzikanten familie van elkaar zijn. En vooral als ze dan gaan zingen, dan is het heel erg leuk. Want dan klinken die stemmen zo mooi samen. En je zou kunnen denken aan The Osmonds of aan The Carpenters of aan The Jacksons. Maar wij hebben The Friedmans. Wij gaan luisteren naar Nienke, Thomas, Josephine en Willemijn met With You. That's the way it's always been, our father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side, on the other side. Get you through the night, get you through the night, it'll all be right. My job to control you, darling, though I barely know you. When you'll grow tired and start giving in. Spout of holy water, pour it on my only daughter. Maybe there's a shot, she'll begin again. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side, on the other side. And the winds that blow, they'll guide you home and get you through the night, get you through the night, it'll all be right. So wrong, and I'm here to make it right for what it's worth. And I'm sorry, yes I'm sorry, if you never felt the love, the love, the love that you deserve. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side, on the other side. Get you through the night, get you through the night, it'll all be right.
is natuurlijk heel fijn als je met je familie samen muziek kan maken. En dat geldt voor Thomas en Josephine, maar dat geldt ook voor Christopher en Alexander. Zij zitten bij ons in klas 1 en klas 2 en zij kunnen fantastisch piano spelen. En dat gaan ze op onze vleugel voor ons doen. Ik heb de auditie gehoord op een krakmikkige piano in het muzieklokaal. Als we nog denkt, wat zal ik sponsoren voor de Lustrum? Een nieuwe piano voor het muzieklokaal zou best aardig zijn. Maar nu mogen ze op de echte vleugel spelen en die is natuurlijk fantastisch. We gaan luisteren naar Three Military Marches van Schubert. En Schubert was de muziekdocent van de kinderen van graaf Esterhazy. En daar heeft hij een aantal quatremainstukken voor gecomponeerd. En dit is er één van, of eigenlijk drie, want het zijn Three Military Marches. Quatremain door Christopher en Alexander. Thank you.
Ja, ik weet niet wat ze die jongens te eten geven, maar... we gaan verder met nog een bijzonder talent en dat is Listof. En Listof is iemand die zelf liedjes schrijft. En ik had haar willen vragen wat het allemaal precies voor, waar het over gaat. Het nummer heet Narcissus. Dat is natuurlijk een mythe die we hier op school ook misschien wel leren over iemand die in het water kijkt en zo verliefd wordt op zichzelf. Ik denk dat ik haar na afloop ook nog even ga vragen wat zij precies voor betekenis in dit lied heeft willen leggen. Maar ze zat in quarantaine, dus ik kon het er eerder niet vragen. Maar we zijn heel blij dat ze het nu vanavond, vanmiddag, wel is. Listof. My love, I must confess, your calming ripples enrage me. Oh, you said you liked me, but you don't love me. I let you stray me, and I didn't start this fire, but you surely put it out. And I don't love you, I don't love you, I don't love you. And I don't love you, I don't love you, I don't love you. How dare you look at me like this when you can never save me? Oh, float me over, spin me round, take me in and drown me. And I didn't start this fire, but you surely put it out. Walking through bushes, head in the water, waiting for nothing, waiting for nothing, waiting for nothing, waiting for nothing. Will you let? Oh, I don't love you, I don't love you, I don't love you. Oh, I don't love you, I don't love you, I don't love you. Gave me your time, but it seeped out of my hand. I tried to seek you, but cold turned the sand. I fell on the ground, my light has gone out. For the last time I cried out loud. I don't love you, I don't love you, I don't love you, I don't love you, I don't love you. Oh, I'm so happy, come and find me. I'm so happy, please hurt me. I'm so happy, 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 come and find me. I'm so happy, please hurt me. I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy. Stof, mag ik je wat vragen? Ja. Ja.
Want het heet Narcissus. Waarom die titel? Nou, het gaat eigenlijk over onbereikbare liefde, maar dan onder het mum van Narcissus een beetje. Dus het gevoel is een beetje hetzelfde als wat Narcissus had, dat hij van iemand hield, maar als hij diegene probeerde aan... Ja, dat lukte er niet, dat was zichzelf in het water. En ja, dat is een beetje verwerkt tot dit. Dus de onbereikbare liefde. Want als je heel hard zingt I don't love you, dan heb je het niet over jezelf, hoop ik. Nou. Want ik vind je heel leuk, dus ik zou zeggen love yourself. Dank je. Ja. Wat zijn de mensen naar wie jij luistert als je inspiratie voor muziek wil opdoen? Of komt dat allemaal uit je eigen... Dat is zo'n moeilijke vraag, Jantien. Ben je fan van iemand? Ja, maar ik maak wel muziek die ik niet zelf zou luisteren. Het is wel iets te voor mij. Ik vind het niet zo leuk. Wat voor soort... Nou, dit is singer-songwriter, maar... en daarin ben je best leuk onderweg, vind ik. Maar als je naar andere mensen luistert, dan is het wat meer up-tempo? Of? Nou, een beetje dingen als The Cure en The Smiths. Een beetje een soort oude bands en zo. Ik hou niet echt heel erg van singer-songwriter. Maar ik vind het wel leuk om zelf te doen. Okay. Nou, we hebben ervan genoten. Blijf het vooral doen, want het is geweldig. Dank je wel. En ondertussen staan de vocals achter ons. Zij gaan 3 nummers zingen. Ik weet niet of ik nog in het licht sta. Mag ik nog wat zeggen? Walking in the Air, Snowman en Winterbird. Onder leiding van Rebecca Lobry. Thank you.
Oh,
U hoorde de Vosjesvogels onder leiding van Rebecca Lobrie. Zij zongen drie winterliedjes. En het was wel grappig, ik moest gisteren in Arnhem zijn. En daar lag sneeuw, dus ik ben helemaal in de stemming gekomen voor dit winterconcert. En ja, de sneeuwpoppen en de winter komt eraan. Achter mij stelt een volgend bandje zich op en zij gaan nog verder dan Arnhem. Ze gaan namelijk naar de maan. En ik heb een fun fact gevonden over dit liedje. Ja, want je kent het misschien van Frank Sinatra, maar weet je waar dit liedje geweest is? Naar de maan en terug. Het is aan boord geweest van Apollo 10. En het is om de maan heen gereisd met een raket en toen weer teruggekomen. Dus het liedje is werkelijk naar de maan gevlogen. Fly Me to the Moon met Pablo, Stijn en Jesper. Hallo. Deze is voor Miss Principa. Woo! Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Now, Miss Principa, if that's not an A+, I don't know what it is. Ik moet even ruimte maken voor een iets groter changement. Want hierna komt de Big Band voor u optreden. En daar moeten we een aantal dingen voor klaarzetten. Zij gaan twee nummers met Zuid-Afrikaanse inslag voor u spelen. En ik hoop niet dat daar een Omicron-virus in zit. Ja, ik heb dus iets bedacht. Het is allemaal een complot. Het is denk ik een complot van de Griekse docenten klassieke talen. Want die willen ons eigenlijk allemaal het Griekse alfabet leren. De Delta-variant, de Omicron-variant enzovoort. Dus ik denk dat de achterliggende reden is van al die varianten uit Zuid-Afrika. We gaan straks naar mooie muziek luisteren uit Zuid-Afrika. En ondertussen maak ik ruimte voor het changement. U kunt even koffie gaan halen thuis.
En welkom terug bij het Vossius Winterconcert. Voor degenen die wat later hebben ingeschakeld. We hebben een prachtige middag met hele mooie muziek. Gespeeld door slordige 80 leerlingen van het Vossius Gymnasium in Amsterdam. We wensen de mensen die thuis zitten hartelijk welkom bij dit concert. Misschien was u eventjes weg en bent u nu terug. Wij zijn ook alweer helemaal klaar voor. En u ziet klaarstaan de Vossius Latin Big Band onder leiding van G.J. Binkhorst. Zij gaan twee nummers spelen. Het eerste is Woza Mtwana. Dat is Oza, zo moet je dat zeggen, geloof ik. Het is een Zuid-Afrikaans nummer van Abdullah Ibrahim. Heel swingend en nog met veel dynamiek. En daarna wordt een nummer gespeeld van Miles Davis, de beroemde jazz-trompetist. En Miles Davis heeft een nummer geschreven ter ere van bisschop Tutu. En Tutu was een bisschop die het vredesproces na de apartheid heeft helpen teweeg brengen. Dus twee prachtige Zuid-Afrikaanse nummers door de Latin Big Band onder leiding van G.J. Binkhorst. Thank you.
wel, dat was voorafgaand aan Boza met Twana. Wij denken altijd dat het Gronings is eigenlijk, Boza met Twana. En dat Boza zacht en met Twana hard is. Het kan ook andersom wezen. Daaraan voorafgaand hebben we de tune gespeeld. Die tune die is, ik weet niet meer precies in welk jaar, 2010 volgens mij, met de toenmalige big band leerlingen in het muzieklokaal ter plekke in elkaar gezet. Gewoon zonder bladmuziek, gewoon uit het hoofd, een paar ingrediënten bij elkaar. En is die tune ontstaan en die hebben we er eigenlijk ingehouden. Door alle jaren heen spelen we die iedere keer, meestal voorafgaand. We hebben hem ook een keer bij de Triple Date samen met het orkest en het koor gedaan. En iedere keer is het natuurlijk weer anders, omdat ieder jaar weer leerlingen slagen voor een eindexamen en dan de big band verlaten. Dit jaar zijn we heel blij dat er heel veel leerlingen uit de eerste en de tweede in de big band zijn komen spelen, zodat we, als die er althans in blijven en de hele schoolcarrière in de big band blijven spelen, dan hebben we heel veel jaren om te werken aan samenspel. Het volgende nummer dat we gaan spelen is dus Tutu van niet alleen Miles Davis, maar ook Marcus Miller, de bassist waar Miles Davis ook de gelijknamige plaat Tutu mee geproduceerd heeft. Thank you.
geweldig, vind ik dat. Het klinkt ook heel goed. Ik hoop dat het thuis net zo goed klinkt. Het leuke van jazzmuziek is dat je twee dingen leert die heel belangrijk zijn. Eén is samenspelen, naar elkaar luisteren en samenwerking. En het andere is dat je op een gegeven moment de spotlight mag nemen en een solo mag spelen. En dat je daar dan ook mag staan met trots en bravoure. En dat is soms een beetje eng in het begin, maar als je het vaker doet, dan leer je dat. En daarom geeft het mij heel veel hoop dat er zoveel eerste en tweede klassers nu bij die big band zitten. Want die gaan dat allemaal leren. En ze leren ook grooven. En dat is iets wat je, als je dat niet op je 13e al hebt geleerd, heel lastig is om nog later aan te leren. Dus het komt nu in hun bloed en ze leren zo leren erop. En ik ben helemaal blij. Ik word echt heel gelukkig van dit soort optredens. Dank jullie wel, Vosjes Big Band. Van heel veel mensen gaan we weer terug naar een solo. En dat is Niels. Niels Dekker gaat piano voor ons spelen. En Niels is een stille kracht. Want we hebben hem al die jaren niet gezien, niet gehoord. En opeens in klas 6 komt hij auditie doen. En blijkt hij een geweldig pianist te zijn. Hij gaat voor ons spelen ook een jazzy nummer, Autumn Leaves. Niels, zet hem op. Thank you.
Ja, de laatste herfstbladeren vallen nu. En achter mij gaat een strijkkwartet zich opstellen van Ananya, Nienke, Horen en Wolfje. En zij gaan een bijzonder stuk spelen wat eigenlijk heel modern is. Het is van de componist Jenkins. Die moest ik echt opzoeken, want die kende ik niet. Carl Jenkins. En hij heeft een nummer geschreven geïnspireerd door een architect, Palladio. Palladio was een Renaissance architect. En die heeft prachtige villa's gemaakt in Italië met wiskundige harmonie. En die wiskundige harmonie is door Jenkins weer gebruikt om een compositie te schrijven. Beetje ordinair misschien. Hij was eerst gevraagd voor een diamantreclame. En daar heeft hij toen een nummer voor geschreven. En dat beviel zo goed dat hij dacht, ik ga dit uitwerken. Ik ga nog een paar delen schrijven. En uiteindelijk is het nummer Palladio geworden, wat nu voor u gespeeld gaat worden. Ze zitten al klaar. Wolfje, Horen, Ananya en Nienke. Met Palladio. Wat ik zo leuk vind, is dat er heel veel kinderen hier op school het helemaal hip vinden om klassieke muziek
te spelen. En dat werpt zijn vruchten af. U zag hier een combinatie van mensen uit de vierde, vijfde en zesde. Ze hebben elkaar natuurlijk leren kennen in het orkest. En nu hebben ze besloten om samen ook een nummer te gaan spelen. Echt superleuk. We gaan hierna luisteren naar een nummer van een heel bekende zangeres. Ze heeft net een nieuw album uit, getiteld 30. En we weten allemaal over wie dat gaat. Dat is natuurlijk Adele. Ze is een tijdje onder de radar gebleven. En toen ze terugkwam boven de radar, zag ze er opeens heel anders uit. En wij dikke vrouwen vinden dat verraad. Sorry. Ja. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben blij voor haar. En ze ziet er prachtig uit. En die jurk stond er fantastisch. En zo zingen bij dat observatorium zo boven op een berg in Los Angeles is natuurlijk ook helemaal te gek. Zoiets gaan we hier ook doen, behalve dan het huwelijksaanzoek, dat doen we niet. Dat hebben we niet. Maar voor u gaan zingen en spelen Sophie, Yuna, Alana en Josephine met het nummer Easy on Me. Harmonie is een echt buitenaards, dames. Geweldig, geweldig. En over buitenaards gesproken, we hebben een aantal muzikanten hier op school die echt buiten categorie zijn. En we gaan nu naar eentje van hun luisteren. Ik wil de lat niet, of de spanning niet te hoog opvoeren. Laat ik het over Jochem hebben. Jochem,
Die was mijn mentorleerling en die vouwde voor mij altijd zwanen. Of waren het kraanvogels? Jochem, wat waren het? Kraanvogels. En iedere keer als je hem een proefwerk gaf en hij had tijd over, dan kreeg je een kraanvogel terug. En hij heeft daar eindeloos mee zitten oefenen en dat kon hij heel snel. En toen bleek hij ook nog vingervlug te zijn op de piano. En toen heeft Mara hem gevraagd om haar te begeleiden. Want Mara kan best leuk viool spelen. En Jochem gaat haar begeleiden. Nou heb ik mijn speakbriefje vergeten. Ik zal straks vertellen wat ze gespeeld hebben. Maar nee, het is Elgar. Een prachtig nummer van Elgar. Mara en Jochem. Nu ze klaar is met spelen, durf ik wel te zeggen. Mara heeft, heeft een eerste prijs gewonnen op het Prinses Christina concours. En dat betekent dat ze echt een toptalent is. Dat vinden wij ook. En dat ze hier gewoon bij ons op het concert speelt, dat is helemaal, helemaal te gek. Je hebt prachtig gedaan, Mara, dank je wel. En Jochem, bedankt voor de mooie begeleiding. Ze speelde Salut d'Amour, een nummer van Edouard Elgar. En hij was een arme muziekleraar die verloofd was met Alice Roberts. En dat was een schrijfster die 8 jaar ouder was. Ze waren helemaal smitten, dol op elkaar. En zij schreef gedichten voor hem. En hij schreef voor haar dit prachtige nummer, Salut d'Amour.
We gaan verder met nog een Prinses Christina gegadigde. Volgens mij heb je ook al een paar keer meegedaan. Sigur Jopsis gaat voor ons spelen een nummer van Tchaikovsky. Het is een sfeertekening van Russische dorpjes in de winter. En dan kun je je wel iets bij voorstellen. Zo'n winterse bevroren taiga met in de verte wat dennen en sparrenbomen die moeite hebben om zich staande te houden in de gure wind. En de sfeertekening van dat soort Russische landschappen zit verwerkt in Dunka, wat Sigur Jopsis voor ons gaat spelen nu. Thank you.
Wat fijn om op zo'n vleugel te kunnen spelen, Siger. In plaats van die krakkemikkige piano in het muzieklokaal. Siger, hoe oud ben je eigenlijk helemaal? 15? 15. En dan al zo spelen. Wij liggen in Katzwijm. Ik ben helemaal... ik ben super trots op je. Je hebt het geweldig gedaan. En achter mij begint de groep zich op te stellen voor het ene laatste nummer. Ze gaan een nummer spelen van een band waar ik vroeger fan van was. Misschien nog wel een beetje. En tot mijn vreugde blijkt dit soort muziek dus nog steeds in de mode te zijn. Sterker nog, Stijn gaf net aan dat hij een vinylplaat heeft van deze band, Portishead. Het is een vorm van muziek die trip-hop wordt genoemd. En trip-hop is een beetje rustig, met een hele mooie cadens. Vandaar ook heel geschikt voor een winterconcert. En wij gaan luisteren naar, moet ik even kijken, Mara, die nu op de piano staat. We hebben Pablo op gitaar, Stijn op drums en Milan op basgitaar. Zij gaan zich klaarmaken voor het nummer van Portishead, dat heet Roads. Kees, waar is Kees? We hebben Kees even nodig. Kees weet alles. Kees, waar is Kees? Kees is naar huis. Ik weet het niet. Wat is het probleem? Waarom is Kees nodig? Voor de Norg. Kees weet hoe de Norg werkt. Noord. Hij doet het. Oké, dank jullie wel. Succes allemaal.
we've got a war to fight here. Never find a way here. Regardless of what they say, how can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? En ik was natuurlijk vergeten, de zangeres is Lotta en Reza op Noord. Dat was het nummer van Portishead, het ene laatste nummer. En nu moeten we even een paar bloemen gaan laten uitreiken. Dus de rector komt even naar voren, denk ik. Christine Hielkema, nog niet iedereen kent u misschien. Kom maar even bij, kom maar even de trap. Want je bent... Helemaal hoogboven. Je bent nog niet heel erg lang rector, maar het is het tweede winterconcert waar je bij bent, hè? Dit is inderdaad al de tweede. En ja, je bent gewoon sprakeloos, hè, als je dit mee mag maken. Ik mocht als een van de weinigen wel in de zaal zitten. Nou, dat was een heel, heel, heel groot voorrecht natuurlijk. Wat een ongelooflijk talent. Het is onbeschrijfelijk. Alles maak je mee, alle emoties, diep geroerd... Maar ook helemaal uit je dak, om het zo maar te zeggen. Geweldig, geweldig. Ja, ik vond het heel mooi. Ja. Ik ben altijd heel erg ontroerd ook door wat ik zie. Maar soms word je inderdaad ook helemaal vrolijk. Ik ga je de microfoon geven, want jij mag het nu even overnemen. Ik ga het inderdaad even heel kort overnemen. De mensen thuis, ja, iedereen heeft zitten kijken. Trots, denk ik. Glimmend van trots. En ik mocht hier in de zaal voor u allen ook een beetje trots zijn. Nou, dat ben ik ook. Dit zijn onze leerlingen. Het is ongelooflijk wat we vanmiddag allemaal hebben mogen zien en horen. Het was geweldig. Maar dit wordt natuurlijk ook mogelijk gemaakt door allerlei mensen die niet op het podium staan, maar die wel een heel belangrijke rol spelen. En die wil ik natuurlijk allemaal nu eventjes... naar voren hebben. We beginnen bij de sectie muziek. Zoë, Rivka, komen jullie naar voren? Ja, dat zijn er pas twee, want er zijn zoveel mensen bij betrokken. We hebben natuurlijk de mensen van het orkest, de big band en de vocals. Rebecca Labrie, Douwe Nauta en G.J. Binkhorst. Willen jullie ook eventjes naar voren komen? Ontzettend bedankt, ontzettend bedankt. Alsjeblieft. Douwe, alsjeblieft. En G.J., alsjeblieft. Prachtig, heel, heel, heel erg bedankt. En dan hebben we de presentatie. En de productie. Liesbeth, Jantien. Alsjeblieft. En Liesbeth, alsjeblieft. Groot applaus ook. En dan hebben we natuurlijk ook nog de techniek, Robert. Alsjeblieft, ontzettend bedankt.
Sally, de techniek. Ontzettend bedankt weer. En dan de laatste. Ja, dat is maar één bos. Maar ja, er waren er wel veel meer. Dat waren alle, noem het maar zeggen, moeders die hier mochten zijn. Maar die mochten hier alleen maar zijn als ze heel veel werk hebben verricht. Heel veel support achter de schermen, maar ook gewoon voor de koek en zopie, zullen we maar zeggen. Dit is één bos, maar daarmee eer ik jullie allemaal. Aan wie mag ik hem geven? Wie van de ouders komt eventjes naar voren in het licht? Ja, kom maar. Ja, kijk. Lisan, hartstikke bedankt voor alles weer wat jullie allemaal hebben gedaan. Heel erg bedankt. Nou, heel gelukkig zijn we er nog niet helemaal doorheen, hè, Jantien? We zijn nu aan het laatste nummer aangekomen. Altijd eng zo'n trap. We hebben precies nog 5 minuten, dus dat gaat lukken. Ik heb mijn speakbrief er goed bijgenomen, want het is een hele lijst. En er was er nog wel eentje bij, dus ik begin met Hilde. Verder zullen voor u optreden Emilie, Finn, Isa, Jasmijn, Job, Marius, Nathalie, Nienke, Wolf en Wolfje. Dat vind ik dan weer leuk. En Margot en tot slot Adi. Ik wens u veel plezier met Feliz Navidad. Fijne middag, tot ziens. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Ik heb nu wel geluid. Hiermee komt een einde aan een geweldige middag. Wat een supertalent. Wat een geweldige muzikaliteit. Ik wens jullie allemaal een hele fijne decembermaand. Blijf gezond, blijf veilig. En hopelijk tot volgend jaar live in de zaal. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. APPLAUS